Maar ik bedoel, zeg maar, dit is mijn goede kant. Is het bordje al, is nou aan het filmen? Ja. Oké, okay, nice. Dus kunnen even... Nee. Hi. Ah. Ik ben dit dus niet gewend. Nee. Ik wil gewoon... Het is nu gewoon koud. Ja, klopt. Maar ja, dat is wel net zo. Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een mukbang. En vandaag met iemand die jullie waarschijnlijk nog niet kennen. Of jullie zijn net echt heel recentelijk in mijn weekvlogs gezien. Ja. En, hè. Maar stel jezelf maar even voor. Nou, ik ben... ik ben Cecile en ik ben onder andere Sarah haar manager, maar ook van heel veel andere talenten. Ik ben samen met Merel eigenares van Hamza Lewis. Dus ja, dat eigenlijk. Ja. Dat is mijn leven gewoon. En ik loop natuurlijk nu stage bij jullie. Ja, jij loopt stage. Dus daar kennen we elkaar beter. En slaap ik vanavond bij jou, dus we dachten hoe leuk als we een mukbang gaan filmen. Ja, en dit is echt... Nou, ik zou willen dat jullie het konden hebben. Oh, ze zegt... We zijn je dessert vergeten, we zochten nog, maar waren helaas wat te laat. We hebben deze voor je klaarstaan, mocht je deze willen ophalen. Ja, fucking een uur rijden voor spekkoek. Ja. Nee, dat is niet waar. Het is heel dichtbij. Het is 10 minuten met de scoot. Maar dat is ook zo'n gelijk. Ja, als waar. Heb jij ooit een YouTube video opgenomen? Nee. Nee? Oh, dat vind ik zo leuk. Nou ja, oké. Okay, dat is trouwens niet waar. Ik heb wel ooit. Maar ik ben... Oh, de... wat gebeurt hier allemaal, jongen? Huh? Wat is dit? Nee, eerlijk, dit is echt heel raar. Oké, okay, maar laten we eerst even uitleggen wat, zeg maar, wat we hebben. Dit is een soort... Nee, maar eerlijk, dit lijkt een soort labello of zo. Wat is dit? Sorry, ik ben echt... Sorry. Oké, okay, moet je kijken. Ja, dit, oh, dit is zelf natuurlijk niet schrijven. Nee. Dit camera. Oh, oké, okay, laten we even uitleggen wat we hebben. Ja. We hebben super lekker eten van Happy Happy Joy Joy. We hebben dit... eten gekregen, dit lijkt wel. We hebben dit eten gekregen en ik heb er zo nog nooit gegeten, maar het ziet er echt niet normaal lekker uit. Ja. En wat het leuk te vermelden is, ze hebben echt verschillende vestigingen. Ja, gewoon echte hapjes. Oh ja. Ze hebben verschillende vestigingen in Zuid, West en ze hebben dus sinds vandaag een geopend in Downtown. Echt bij het Leidseplein. Dat is wel heel hard. Leidsestraat, oh echt. Ja, nee, mijn huis gewoon aan het werk. Maar ik weet, ja, ik weet niet. Boeien. Oké, okay, nou, ik ga iets zachter praten. Nee, maar ze hebben inderdaad net een vestiging geopend. En het was heel toevallig, want wij hadden zo'n bericht gestuurd. Ja. En precies vandaag was de opening. Dus ja. Zeiden van, oh my god, ja, kom langs, haal eten en super chill. Kijk, dit, deze bal. Sorry, maar ik weet echt niet wat wij hebben gekozen. Maar we hebben dus eten gehad bij Happy Happy Joy Joy. En dit zijn eigenlijk allemaal, ja, wat jij net zei, allemaal Aziatische hapjes. Ja, het is gewoon echt een soort van kleine hapjes. Dus ja. Je hebt dan bijvoorbeeld gyoza's, dat zijn van die dumplings. Dumplings. Ik weet niet wat dit is. Iets kip, met kip. Spring roll, rijst. Een soepje ook, toch? We hebben een soepje. En we hebben boontjes. En we hebben een soort bouwbun. Nee, dat is glas. Ik vind het heel... Wat? Ik dacht, misschien moet je zo denken. Nee, dat kan niet. Maar moet je hier niet iets mee doen? Dit gaat echt wit. Hoe kan jij dit weten? Ja, weten. Oh, oh my god. Wat is dit? Oh, dit ruikt wel heel chemisch. Oeh. Is lekker? Maar wat heb jij ook gekozen? Ja, dit is echt heel random. Ik kan niet eens. Oké, okay, dit staat niet eens in het Nederlands de letters op. Het zijn Aziatische frisdrank. Dus daarom is het zo weird. Er zit een bal in. Ja, dat is die. Die heb ik net doorgedrukt. Wel lekker. Ja, het is niet heel zoet. Kijk, zoeter. Oké, okay, laten we dit soepje in. Ja, vooraf. Vooraf, kijk hoe leuk. Siel heeft ook gewoon echt van die regeltjes. Ja, mijn huisgenoot is dus helemaal into anime. Oh. Ja, van die, van die, wow, ik zeg Thais, maar het is echt totaal niet Thais. Nee, het is waar van Japanse anime. Dat is natuurlijk weer 30 miljoen lagen. Mm-hmm. Maar ondertussen gaan we een vraag beantwoorden over gerelateerd aan vriendjes, breakups, boyfriends. Dat is altijd wel leuk. Lekker girls talkje. Oh, dit is, oh, ik word zo blij van dit eten. Oh, echt zo'n kokossoepje. Oh, ja. Ja, dit gaan we wel doen. Oké, we hebben gewoon geen soepdingetje, dus we moeten het hier in. Ja. Is het nog warm? Ik ga hier ook een beetje eten. Mmm.
Zo, dat is niet normaal. Normaal. Zusje dat. Hé hey Sarah, ik bel je straks even terug, ja? Nou, ik wil een hondje kopen. Ik ga je nu een foto sturen. En dan mag ik... Ja, omdat ik een hondje wil kopen en ik wil dat jij die ook ziet en dat je dan zegt, ja, dat moet je doen. Ik wil dus een hond. Ja, dit is niet normaal. Dit nou, moet je ook doen, want dan hebben we lekker ook nog een hond. Een kantoorhond. Weet je hoe leuk dat is? Mm-hmm. Maar goed, ik maak dan zo'n keuze en dan... Ja, of denk ik denk je echt naar... vlak. Nee, dat zou ik niet denken. Nee. Maar het is meer dat ik dan wel waarschijnlijk... Dan moet ik er gewoon echt voor gaan zorgen natuurlijk. En als je dan gewoon even uit eten wil of iets... Ja. Die hond, het is wel echt zo'n zorghond. Je moet altijd gewoon aan iets denken van, oh ja. Ja, dat is niks voor mij. Oh, dit is echt zo leuk. Ja. Oké, we hebben hier sojasaus, denk ik. Ik heb echt geen idee. Het kan ook dat iets heel pittig is, hè? Oh ja. Dit ziet er fucking pittig uit. Wacht, een likje. Dit is echt lekker. Oh, wat is dit ook weer? Dit is een soort citroengrasdressing. Weet je wat dat is? Oh, ik heb een hele hap koriander. Vind je dat niet lekker? Oh, I love koriander. Maar ik begin wel steeds lekkerder te vinden. Dit is denk ik heel pittig. Oké, ja, het ziet er echt gevaarlijk uit. Gewoon één dingetje. Alles. Zo! Oh. Holy shit. Dit is ook met koriander. Heb je ook dat als je pittig eet? Dat dan zeg maar, gisteravond is dan echt kut. Ja, dat is echt keer honderd. Dat is echt dit is een soort zoet. Oh ja, honing of zo. Ja, wel lekker. Nee, niet honing. Een soort appelstroop of zo. Ja! Ja, het is appelstroop. Wat gek. Wat random. Nou, wel bijzonder. Oh, dat wil ik ook. Oh. Kijk, je kan dit zo leuk openmaken volgens mij. Oh, dit is zo leuk, zo'n roosje. Ah. Ja, jongens, het is dus zo leuk dat we er maar één hebben. Ja, we gingen dus gerechtjes doen, maar ik dacht van, dan krijg je wel twee. Maar ja, dat zou dan misschien ook wel bij moeten staan, met je dom van ons. Ja. Maar ja, we hebben ook wel echt fucking veel eten. Nee, dus nee, dat boeit niet. Maar hier was ik gewoon exciting over. Mm-hmm. Dus met eend, toch? Peking duck. Toch? Peking duck. Oh, die buns. Ja, dit is fucking lekker. Ja, snuif weer helft. Ja, ik heb dus alleen maar een... echt. Nee, ik heb een kleiner mes. Maar die zijn dan niet scherp. Nee. Wat is je laatste miskoop? Ik heb echt bijna nooit een miskoop eigenlijk. Nou ja, dat was dus dat ding met die scooter. Dat ik echt heel erg dacht dat het een miskoop was. Oh, dit gaat niet. Dit is echt zo'n soort van jelly ding. Je kan het niet snijden. Oh. Nee, maar ik heb een scooter heb ik via een veiling gehaald. Alleen het ding was dus dat het via de overheid. Soms dan heb je dus mensen die hun rekening niet betalen. Die gaat helemaal mis. En als ze hun rekening dan niet betalen, dan komt het bij zo'n ding terecht. En dan kan je daar dus op bieden. En dan kun je dus eigenlijk voor heel goedkoop bijvoorbeeld een auto. Ja, dat is van muziek. Ja. Maar wel kut. Dus maar ja, het ding is dus, als je dus biedt op iets, je weet niet of die het doet. Dat zeggen ze ook niet bij. En dan heb je gewoon, straks dan koop je iets en dan kan je gewoon niet... Je kan niet weten of hij het doet. Dus ik had dus geboden €500 op een AGM scooter, maar wel echt zo'n nieuw model. En als ik hem nieuw zou kopen, dan zou hij 1600 zijn of zo. Ja. Maar hij was nog een jaar oud en alles, dus ik kwam daar aan en toen startte hij niet. Maar dat kwam dus omdat de accu leeg was. Dus hij heel lang niet op had gereden, dus toen de accu vervangen. Toen moest ik hem laten keuren door de RW. Dus al die dingen uiteindelijk was ik wel... Dus gewoon kokossap. Ja, maar dit is ook heel zoet kokossap volgens mij. Ja. Ja, het is niet heel vies, maar... Nou, ik vind het wel echt wel lekker. Ja? Het is creamy meer. Meer creamy dan kokoswater. Ja, maar ik had het heel anders verwacht. Lekker. Ja, hoe moet ik dit eten? Maar heb jij miskopen? Even denken. Niet normaal. Ja. Dit moet je gewoon halen. Dit moet je gewoon halen. Ja, dit moet je gewoon halen, dit. Nou, ik weet niet. Meer dat ik dan bijvoorbeeld iets heb met een samenwerking dat het heel erg tegenvalt. Oh ja. En dan ga ik het dan niet echt terugsturen. Nee, want je hebt het gewoon gekregen. Ja. Zo. Nou, miskoop. Het heeft helemaal niks met deze te maken trouwens. Nee. Nou, miskomen in mannen. Hoeveel ex hebben jullie? Oké,
ben wel benieuwd naar. Als we volgens de Ex on the Beach stellingen zouden doen, dan kan ik er beter niet over uitkomen. Ja, maar als ik met iemand zoen, dan ga ik ook mee naar bed. Nee. Dit mag je niet doen, maar met een piep. Maar een ex in relaties? 4. Echt? Dat vind ik wel weer weinig. Ja, maar ja, je komt ook niet aan zo'n aantal als je gewoon altijd een relatie hebt. Nee, dat is waar. Hey, maar weet je wat het is? Oké, voor iedereen die kijkt en die zich kut voelt over het feit dat ze met veel jongens zijn gegaan. Het maakt gewoon echt niet uit. Nee, en ook weinig. Maakt ook niet uit. Nee, maar het maakt letterlijk niet uit. Nee. Want ieders ding. En ik denk ook van ja. Als jij je er chill bij voelt, waarom niet? Lekker boeien. Oh my god, dit zijn gewoon roze. Roze. De roze springrol, zo leuk. Ik snap het niet. Ja, je moet even dit laten zien. Ik weet niet wat je nou laat zien. Ja, oh, je hebt wel een soort partij gedaan. Geen idee. Ja, dit is partij. Oké. Okay. Ja, ik heb echt. Maar... Zo jongens, oké, deze bak weegt 4 kilo. Ik vind het gewoon nu goed. Nee. Hoezo? Er zit sowieso. Oké, dit is die honing. Ja. Wat is dat dan? Zweefsaus. Mmm. Mmm. Dit is met garnaal, denk ik. Oké. Ik had een rare eerste smaak, een beetje schoonmaak. Ja. Oh. Maar dat komt door je citroen. Oh. Dus je moet denk ik die sojasaus doen. Het is geen soja. Ja, dit is sojasaus. Dat is heel lekker. Mmm. Mmm. Met garnaal. Vind je nou wortels? Huh? In. Echt zo'n schattig Japans ding. Dit zie, ja. Zou je ook echt niet zo'n anime dingetje. Oké, ik heb een hele goede vraag voor jou. Oh, oké. Wat is je ergste dateervaring? Ja. Ik heb dat gewoon niet. Nee, maar jij date ook niet. Nee. Kan je ook geen ervaring? Nee. Ja, ergste dateervaring. Ja, kijk, dat is maar net hoe je het interpreteert. Ja, dan denk ik weer veel te lang na over dit soort dingen. Oh. Maar kijk, het ding is erg als in... Ik heb echt veel gedate. Ja. Maar ergens in... Dat je dus aankomt en dat je echt na al 1 seconde denkt, dit is gewoon walgelijk. En dan moet je nog, aardig doen, want je gaat ook niet na 1 minuut weg. De een op centraal. Dat was in Den Haag. Ik was dus, een jongen ontmoet, of nou ontmoet, ik had een match op Tinder. Ontmoet. Ja. Oké, maar hoe moet je die gasten dan? Ja, gewoon zo. En die gast, die was dus... Uiteindelijk, we hadden gewoon gepraat, bla bla. En dit is ook echt een les. Ja. Dat je gewoon altijd gewoon. Ik had letterlijk gefacetimed wel. Echt? Ja, alleen dan zag ik alleen zijn gezicht. Oh. En heel erg in bed zo. Ik was gewoon een beetje vaag. Ja. Hij was super knap, hele leuke foto's. Hij had in het leger gezeten. Hij was Amerikaans. Echt precies mijn type qua gezicht. En toen was het zo van oké, laten we afspreken op Den Haag Centraal. En toen, en ik woon in Amsterdam, dus dat was wel voor mij al een reisje. Dat moet je ook helemaal nooit doen. Want zeggen dat die gast naar jou moet komen. Ja, inderdaad. Als je een jongen bent, kom naar een chick. Maar toen was ik dus daar en toen, ik ging zo hem appen van, want ik stond daar. Zo van, ik zie je niet. En toen zag ik ineens hem zijn telefoon pakken en toen was hij heel erg dik. Maar echt fucking dik. Gewoon echt. Ja, echt gecatfished, maar gewoon echt gecatfished. Ja. Gewoon echt, gewoon, hij zag er totaal gewoon... Oké, zijn gezicht was wel hetzelfde, maar gewoon, het was gewoon, hij was echt gewoon echt gezet. Wel, ja. Op zijn foto's was hij gewoon gespierd en ik val echt op brede gespierde gasten. Ja. Dus dat was voor mij gewoon echt... Kut. Ja, het was gewoon echt heel kut. En wat ik toen heb gedaan, ik heb het wel gewoon eerlijk gezegd van... Wow, ik vond dat zo kut. Ja. Ik vond dat zo kut. Nee, ik ben vreselijk. Maar het is ook een beetje, wat je gaat verwachten dan. Ja, het was echt heel anders. Ja. Dat was heel kut, maar was echt een date, want nee. Ik ging weg. Maar ergens een date ervaring. Oh, dit is lekker als je iets pittigs hebt gegeten. Zo soothing. Ja. Ergens een date ervaring. Ja. Is dit nou ei? Het ziet er heel creamy uit. Ik snap er echt niks van wat ik helemaal eet, hè. Dit is wel heel lekker met kip. Ja. Dit is rendangig. Ja? Oh ja, dit. Dit is aubergine. Huh? Dat is Bernese saus. Huh? Ik wist niet dat dat Engels was. Heel Engels? Of hoe heet het? God. Nee. Is heel lekker zeker. Dit is niet helemaal lekker. God, wat is dit? Oh, dan met dit sausje, dat gaat echt. Ja.
Dat is echt fucking hoe kunnen ze dit zelf goed maken? Niemand! Ik weet niet wat ik meemaak. Ik wil dit nu altijd eten. Ja. Ik wil dit nu elke maand sowieso één keer eten. Volgens mij had ik een keer gekeken, maar als je dan in je eentje bestelt, dat is dus het hele ding. Ja, dat kan je niet in je eentje bestellen. Nee, want dan wil je dus eigenlijk voor alles proeven. Maar als je in je eentje bent, dan ga je alleen zo'n bak. Dat is eigenlijk klopt, dit is zo veel. Dus dan kan je niet soort van alles genieten en kijken. Maar heb je een eerste date ervaring echt? Ja, ik heb echt heel, ja. Heel veel. Ja, heel veel. Maar ik heb gewoon heel veel Tinder dates en zo gehad. Ja. En soms is het gewoon heel leuk. Maar eigenlijk weet je dat altijd heel snel. Tenminste, dat heb ik. Mm-hmm. Dus dan, als je dan een afspraak hebt, dan heb je dus een date. En dan na 5 minuten of zo denk ik al van, oh yes, dit was een goede keus. Of je denkt echt, ik wil echt weg en ik wil gewoon dat het snel klaar is. Maar daarom zou ik dus niet kunnen daten. Maar daarom, wat ik dus wel echt niet doe, is heel veel ook van tevoren bellen. Ja. Echt zieke stalk houden. Gewoon een hele Instagram doorspitten. Ja. Kijken naar zijn Facebook, kijken naar zijn werk, zijn LinkedIn, gewoon alles checken. Mm-hmm. En dan kan je al een soort van ook een beetje. En soms typ ik hem ook gewoon in op YouTube. Want dan kan je al bijvoorbeeld, stel hij is een of ander, heeft iets op YouTube staan. Dan weet je al hoe die praat. Ik kan echt op alles afknappen. Ja? Als iemand gewoon een beetje zo raar loopt, dan vind ik het eigenlijk al. Dat is echt, ik vind dat zo kut van mezelf. Ik ben heel kritisch. Ja, eigenlijk wel. Ja, middel zou denk ik zeggen van niet. Nee? Ik kritisch ben. Nou, ik weet gewoon niet wat ik ben. Want ik ben nooit echt op zoek geweest of zo. Nee, is zo. Bij jou komt het op je af. Mm-hmm. Maar dat is het ook. Ik ging heel veel daten omdat ik dus niet zo goed alleen kon zijn. Ja. Dus dan ga je echt heel veel op zoek naar die bevestiging, mm-hmm. aandacht en al die dingen. En dat vind je het ook niet. Nee, tuurlijk niet. Je vindt het pas als jij in die happy place bent. En, klopt. Ja, ik weet niet. Ik wilde juist alles behalve een relatie. Nou, dat zei je wel. Nou, ja. Hele andere visie wel. Ja. Dit is vanmorgen lunch. Ja. Dat gaat niet meer op. Echt een van mijn favoriete eten ooit. Maar is al zo. Ja. Nee, dit geslipt maar ook zo. Ja. Maar mijn ergste eten waren heb ik niet. Nee, chill. Als ik zo op kom nog. Dan zeg ik. Wat is het ergste wat een jongen bij jullie heeft gedaan? Dat kan ik op zich wel vertellen. Ja. Maar toen was ik wel jonger. Dus toen was het niet echt daten. Dat ik echt met iemand ging daten. Maar toen ging ik wel met hem een soort een tijdje. Dan gewoon veel contact, of gingen we eens afspreken. Maar ik vond het niet echt date, want ik was echt 17 of zo. Dus niet echt een op date. Te short, te vet. Ja. Mijn huisgenoot, wat heeft mijn huisgenoot voor eten? Ja, wat heb jij? Een soort slap aftreksel. Zie je de camera. Ik ga het niet winnen, dat nee. De conclusie zijn. Wat is het dan? Het is onder. Het is ook Aziatisch. Noodles. Oh, ik sla erop. Maar wat het ergste is, ik ging toen een soort, misschien een half jaar of zo met hem. En toen kwam ik er dus later achter, daardoor heb ik het ook afgekapt, dat hij al een tijd gewoon 3 maanden lang met een ander chick ging. Oh ja. Dat vond ik wel echt kut. Ja, maar dat is gewoon, dat geeft een soort van trauma's. Ja. Daarom haat ik jongens en hoefde ik ze nooit meer iets met hem te maken hebben. En toen kwam je Stan tegen. Ja. Ik denk de hele tijd Twan, maar die Stan. Ik haal. Ik vind Twan nu echt een leuke naam. Maar het lijkt er echt heel erg op. Ja. Wacht. Maar ik vind het dan veel leuker. Ja. Zo, dit is echt heel lekker. Wat is dit? Is dit gewoon rendang? Dit is volgens mij wel rendang. Ja. Maar ik weet niet wat ik heb besteld. Ja. Het is rendang met een soort mayo. Ja. Wat wel echt fucking lekker is. Heel ongezond ook. Ja. Maar wel lekker. Ben jij het ergste wat je ooit hebt aangedaan? Mijn huisgenoot die denkt echt, wat is dit voor een Ik denk, je gaat dat over mij vertellen. Heeft hij met jou altijd aangedaan? Ik kom ook nog wel op het lijstje voor. Mijn huisgenoot en ik kennen elkaar via Tinder. Dit is echt zo bij de vrouw. Maar jullie zijn niet bij elkaar, laten we dat even zeggen. Nee, we zijn niet bij elkaar. Hoe fuck? Ik zie hem echt als mijn broer. Dat heel gek is voor mensen om te begrijpen, denk ik. Maar dat zo kan het lopen. Wat is dit? Zo raar? Oh, dit is een soort koolblad of zo. Ja. Oh. Het is heel... Oh, kijk, er steken champignons uit. Nee, maar mijn huisgenoot heeft mij nooit wat ergs aangedaan. Want ja, anders zou ik ook niet met hem wonen. Nee. Ja, jij wil het lowlife verhaal ophalen, maar dat is niet relevant. Gewoon heel veel soort gewoon echt zo'n soort vegan dingetje, toch? Vreemd gegaan is het jongen nooit echt, tenminste niet zover ik weet. Dus dat heeft de persoon al goed gedaan, als het het geval was. Maar wel gewoon echt... En daar, ik was echt verliefd op die jongen. Dat hij me echt gewoon voor de gek hield. Ja? Ja, omdat ik gewoon... Oké, ik had dus een date met hem gehad. En na
we hadden na de eerste date hadden we meteen zoiets van, ja, dit is het. Gewoon echt, soms heb je dat, toch? Mm-hmm. Gewoon echt vuurwerk. En gewoon, het was gewoon helemaal geweldig. En nou, ik heb het nooit gehad, maar... Ik was gewoon echt verliefd. Gewoon, ik dacht echt, dit is het. Maar word je snel verliefd? Nee, ik word niet snel verliefd, maar als ik verliefd word, dan is het meteen echt... Nou. Dan bel ik ook Rom en op en dan zeg ik, ja, het is mis. Daar gaan we. Het is gewoon, nu wordt het echt drama. Ja. Want ik kan dus ook, dan wil ik gewoon heet met diegene zijn. En dan kan ik iemand echt een beetje verstikken, mm-hmm, eigenlijk. Maar goed, dan had ik dus met die gast. Als je kijkt, nee. Nee, sowieso, dan hij er nooit. Hij is ook oud. Maar hij, nou, hij is best oud. Nee, hij gaat het echt niet kijken meer. Maar hij was gewoon, hij had hetzelfde met mij. En dat ging een soort van 3-4 weken zo door. En op een gegeven moment werd hij heel afstandelijk. En ging hij op een gegeven moment, werd het contact steeds minder en minder en minder. En toen was het op een gegeven moment gewoon klaar. Oh. En ik denk wel echt bij hem van, als jij, want ik deed in het begin ook nog best voorzichtig dat ik bang was om iets te voelen. En als hij gewoon niet zo, hij zei ook tegen mij, ja, ik heb dit nog nooit zo eerder gevoeld. Ja. Bla bla. Als hij dat niet had gedaan, dan ging ik er ook niet zo in mee. Snap je? Nee, snap ik. Het erg was bij mij, dat ik het soort door had. Oh ja. En dat iedereen het ook zei. Ja. Elke keer dat ik het zei van, yo, als het zo is, weet je, prima, ga lekker voor haar. Ik zag ook niet echt toekomst of zo. Toekomst met hem. Maar het was op dat moment wel gewoon gezellig. En ik zei van, weet je, ik hoef geen side chick te zijn of zo. Vind je die lekker? Te groenterig. Wij? Ik eet zo wel een klikje. Klikje, je kan 3 dagen eten. Sure, jongen. Nee, maar, hoor. Dus ik dacht echt van, waarom... Lieg je gewoon, want ik zeg letterlijk dat je gewoon, weet je, ga dan gewoon lekker met haar. Ja. Maar laat mij met rust. Maar het was echt niet zo, dit en dat. Dan denk ik dat, maar ja. Dat is echt vervelend. Gewoon niet, ook gewoon, het eigenlijk dan misschien confrontatie vermijden. Klopt. Waardoor het eigenlijk gewoon helemaal kutter wordt. Klopt. Dat is voor heel veel dingen in het leven gewoon een probleem. Mensen die iets niet durven te zeggen, ook ik zelf hoor. En dan maak je het erger. Ja. Het kan beter maar confrontatie eerlijk zijn. Vermijden, ja. Ik wil, als ik deze soep zou kunnen maken, ja? Gewoon op elke verjaardag, elke kerst, ja? Elke date, elke alles in mijn leven, heb je gewoon iets waarbij je gewoon mensen zeggen, wow, kan jij dat maken? Wat zou je doen als de ander niet meer van je houdt? Oh. Ja, je kan niet trekken aan een dood paard. Nee. Maar van je houden vind ik sowieso, je zou denk ik altijd wel van iemand blijven houden, maar misschien verliefdheid weg. Mm-hmm. Dat dat eerder is. En je moet jezelf dan gewoon afvragen, hoe lang zit je al in je relatie? Want ja, als er iets gebeurt na een week of 4 weken. Ja, nee, ja. Maar als er iets na een best wel lange periode gebeurt. Dat kan gebeuren. Ik bedoel, ik denk dat het ook vrij uniek is als je gewoon 10 jaar samen bent en nog steeds verliefd. Ja. Ik denk dat het meer momentjes zijn. Dat moet horen van mensen die heel lang bij elkaar zijn. Mm-hmm. Je zou nooit altijd helemaal hout in de boter zijn. Nee, je moet het eigenlijk van die momentjes hebben. Ja. Dat je gewoon, dat je je vriend of partner na een tijdje weer ziet of zo. En dan denk je ineens, oh, wat ziet er leuk uit. En dan word je even een beetje warm. En, maar niet echt. Maar wat nou als hij zou echt bijvoorbeeld zo dan uitmaken? Maar ik zou gewoon, kijk, sowieso, je hebt 2 kanten natuurlijk. Je hebt je rationele kant. En nu komt de psycholoog naar voren. Ja, maar ja, je hebt je kant waarvan je beseft van, oké, ik zie wat hier gebeurt. En je hebt je gevoelige kant die het allemaal niet wil. En alles aan probeert te doen om het niet soort van te laten gebeuren. En die kant van mij neemt zulke situaties overhand. Dus ik ga huilen, schreeuwen. Ik ben gewoon een wrakje. Ja. Maar ja, als het bij een vriendin zou gebeuren, dan zou ik zeggen van oké, maar wat is hier nou echt aan de hand? Weet je wel? Mm-hmm. Dus er kunnen zoveel redenen voor zijn. Ja. Gewoon, ik zou echt, als je in zo'n situatie ga met mensen erover praten. Want die kunnen het allemaal. Jij ziet het op dat moment. Nee, jij bent niet helemaal. Dat is echt het beste advies eigenlijk. Ik zou ook sowieso het moment voor hetzelfde stand zou ik nu uitmaken, zou ik gewoon fucking hard huilen. Ja, maar dat kan je. Maar dat is toch kan niet allerergst wat er is, ja. Maar daarna zou ik wel echt gewoon een soort in gesprek gaan van. Als het echt nu uitgaan, dan zou het echt fucking out of nowhere komen. Ja. Dus ik echt denk van, what the fuck. Dan zou ik echt zeggen, dan zou ik gewoon van, is er wat aan de hand of zo, weet je wel. Wat, of is iets waar je niet over hebt gepraat, of er moet wel iets zijn dan. Ja. Of een ander. Ja, de schuld ligt dan wel echt bij de ander, want die moet er gewoon over praten. Mm-hmm. Je kan het niet doen, zo out of nowhere. Nee. Dat is gewoon lullen. Maar zelfs zou het slecht gaan al. Ja, al een langere tijd. Ja. En dan zegt hij van, ja, ik hou niet meer van je. En Mie. Dat ziet er toch wel heel lekker uit eigenlijk. Vind je dat niet lekker dan? Nou ja. Kijk, ik heb gewoon een beetje een traumaatje aan de partij, want mijn vader... Die kan gewoon niet op koken en dat was het enige ding wat hij een soort van maakte. Oh. Stel je vader ziet dit. Nee. En als hij er zit, hij weet zelf ook, hij heeft honderden kwaliteiten.
Maar niet kopen. Maar gewoon niet kopen, ja, dat kan. Wat vind je het lekkerst tot nu toe? Ja, ik vond die bouwbeun en dit ook echt. Maar, dus ook, maar allebei zit een soort rendang achter. Dit echt. Gewoon en die bouwbeun was heel lekker. Dus dat hele pittige. Hebben wij op dit moment een relatie? Allebei. Nou. Ja, Romme lacht. Dat is bij mij ook elke dag weer anders. Maar elke dag maar ook een duisje. Oké, één keer in elke minuut. Ja, ik zei dat vandaag ook tegen Sarah, ik kan vet goed advies geven, maar je moet niet kijken naar hoe ik het doe. Nee. Je moet naar luisteren naar wat ik zeg, maar niet kijken naar wat ik doe, want dat is, ja... Niemand houdt het bij. Nee, dus laat het daar maar gewoon een beeld hebben. Echt één tipje zo. Ja, het is wel gegoor, man. Maar zo lekker. Ja, dat is niet normaal. Wat wil je nog bereiken in het leven met werk en jezelf? Fucking grote vraag. Holy, je kunt ook niet geen antwoord. Oké, wat wil je nog bereiken met je werk dit jaar? Of aankomend jaar? Aankomend jaar. Ja. Ja. Kijk, het gaat nu gewoon best wel goed. Ja. Maar wat ik zou willen is iets meer structuur. Ja. Dus daar zijn we heel erg mee bezig, want we zijn echt te hard gegroeid. Waardoor dan het gewoon te veel is geworden letterlijk. Dus meer mensen aannemen, meer structuur, daar een bepaald programma voor. Ja, ben ik gewoon best wel blij eigenlijk met hoe het nu gaat, als het gewoon zo blijft gaan. En ze zegt echt het leven, wat het over werkt. Met jezelf. Werk aan jezelf. Nou, ik wil dus misschien een hondje. Ach. Ja. Mijn huisgenoot. Cheers. Ja. Nee, je mag dromen. Wat? Je mag dromen. Lekker glaasje champagne. Ja. Mijn huisgenoot weet niet dat ik er eentje ga ophalen binnenkort. Dus hij denkt dat het grappig is. Dat is ook het type, ik denk dat dan niet uit. Dan ga ik het gewoon doen. Ja, je bent wel heel erg YOLO. Ja en nee. Ik ben zeg maar heel, wel niet. Maar ik denk er dus wel, je heet het ook. Ja, en dan ineens, maar dan opeens doe je het. Is het wel of, en niet, dan doe je het niet, obviously. Maar, nee, maar qua leven ja, en mondje en gewoon accepteren dat je gewoon geen controle hebt over dingen. En beter leren om met mezelf gelukkig te zijn. Daar oefen ik dus en een hond zou daarbij helpen, denk ik dan. Ja? Ja, dat denk ik echt. Maar lijkt het wel chill aan een hond dat je lekker kan uitlaten? Ja, dan moet je er dus verplicht uit. En voor jezelf zorgen is soms moeilijker dan voor een ander. Want voor een ander, ja, dat heb ik tenminste. En als ik dan voor iemand moet zorgen, nou, mijn hond, dan zorg je ook gewoon meteen voor jezelf. Ja. Je gaat eruit, dus je hebt een verantwoordelijkheid. Die hond die wil liefde, weet je wel, die geeft liefde terug. Honden geven echt van veel liefde. Ja. Kijk, mijn kat is nog wel een soort van, die is soms gewoon arrogant. Ja. Die zit op de bank, die zit, wat kijk je naar mij, wat aai je mij. Mijn hond is gewoon, je komt thuis en die bespreekt je. Ja. Mijn kat is echt gewoon schuw. Die is gewoon bang voor mij. Als ik aan kom lopen, dat is toch stom? Ja. Ik vind mijn kat ook niet zo leuk. Ja. Nee, maar dat vind ik ook weer zielig om te zeggen. Wat? Ik vond dit een beetje raar eigenlijk. Ja, hard hè? Ja. Er zit gewoon echt letterlijk een hele garnaal in. Ja. Wil je nog? Ja. Ik ben best wel vol al. Ja, ik zit ook wel echt vol eigenlijk. Maar wat heb jij dan met je carrière? Oh ja. Ja, ik wil gewoon heel erg doen wat me gelukkig maakt. Dus op dit moment maakt YouTube en Instagram allemaal heel erg gelukkig. En wat ik doe met mijn werk en met mijn vrienden en mijn vriend. Maar zodra ik merk dat ik niet gelukkig ben, wat ik dus eigenlijk met mijn vorige stage heb, geef ik gewoon heel snel de grens aan bij mezelf van dit vind ik gewoon echt, ja, dit werkt gewoon niet. Dat doe je wel echt goed. Dus ja, dat zolang ik dat blijf... Oh, zie je het niet. Ik vind dit super lekker. Zo, ik zit echt tering vol opeens. Oh nee, ik was trouwens niet in een gesprek met mezelf. Ja, maar weet je nog wat? Ja, dat ik zei van dat ik alleen maar dingen doe waar ik gelukkig van word. Ja, dus maar dat is sowieso het allerbelangrijkste. Dus merk ik niet gelukkig zit met mijn vriendinnen of mijn vrienden, dan ga ik er wat aan doen. Heb ik dat met Stan, dan ga ik daarmee in gesprek. Ja, en daarbij wel zeggen van... Het leven is altijd dit. Ja, en je moet, wat sowieso. Ik dus vroeger deed, voelde ik me een dag kut. En dan ging ik daar aan de hand daarvan meteen iets anders doen. En nu denk ik van, oké, ik voel me nu kut. Ja. Ik ga even een week kijken hoe dit blijft. En dan als het langer blijft, dan... Ja. Maar ook gewoon met je gevoel zitten. Je hoeft niet een gevoel altijd meteen op te lossen. Nee, zeker. Dat is echt therapie-stijl. Maar ik ben sowieso best wel een soort open persoon. Ja. Als ik merk dat iets niet goed zit, dan zeg ik dat meteen. Ook tegen mijn vriendinnen, tegen Stan, tegen weet ik voor wie. En dan, omdat ze mij ondertussen kennen, weten ze gewoon, weet je, dat er niks aan de hand is. Ja. Maar in het begin dacht bijvoorbeeld Stan wel van, oh my god, dit uit of zo, of dit of dat. Terwijl ik gewoon zeg, nee, ik wil er juist aan werken, want
Ja, dat je het gewoon even ja. zegt, inderdaad. En dan, meestal door het zeggen is het eigenlijk wel opgelost. Dat is echt zo. Want anders zit je jezelf helemaal gek te maken. Oh, dat is echt en dan zo. Zeg je het en dan is het van, oké, nou ja, dat was eigenlijk. Nou. En de volgende dag is er niks aan de hand. Nou, hoeveel glazen ben je dronken? Ik kan niet tegen alcohol. Hoeveel glazen? Twee. Ja? Ja, ik kan echt niet tegen. Jij kan er niet tegen op de manier dat je ziek van wordt. Ja. Ik kan gewoon überhaupt, zeg maar, niet tegen. Qua dat ik heel snel dronken word. Maar ik word ook wel snel dronken. Maar ik denk dat ik na een fles wijn wel dronken ben. Mag ik even zo? Echt, ik best wel heel erg dronken. Een fles wijn, ja, dat moet ik echt niet. Dan vind je mij echt op de weg ergens. Dat is dat ik gewoon bijna anderhalve fles wijn op had. Ja, wil je ook vertellen wat er gebeurde? Ja, de hele dag boven de zee gehangen. Ik vind de jongen met plas leuk, maar weet niet hoe ik het moet benaderen. Ik zal hem. Hem. Oh, en zo'n berichtje van de, in de Tina of zo. Ja. Ja. Zo. Maar dit kijk, het is gewoon kut, want hij zit in je klas. Dus als het dan niks wordt, dan moet je elke dag moet je die confrontatie aan. Ja. Dus je gaat het een beetje gaan aanvoelen en het eigenlijk een beetje uitlokken bij hem. Ja. En gewoon bijvoorbeeld dingen doen die je ook een vriend zou kunnen doen. Bijvoorbeeld van met een groepje chillen met meerdere mensen. En dan kom je er dan achter of diegene dan naar je toe trekt. Ja, of diegene naar je vaker aankijkt, vaker naast jou gaat. En gewoon een beetje zo approachen. Mm-hmm. En niet meteen, hey, wil je updaten, want dan kan je zelf mee. Hey, ik vond het helemaal gescheten. Ik ook. Ik zit fucking vol. Het was wel echt een aanrader, jongens. Ik zou er echt heen gaan. Of in ieder geval. Ik kan er ook echt leuk zitten hoor. Maar het is niet altijd voor een mukbang natuurlijk gewoon thuis filmen. Ja, het ziet er heel leuk uit van binnen. Ja, heel cute. Dus ja, heb je een keer in Amsterdam, denk ik wel echt Aziatisch eten. Dat zou ik echt naar Happy Happy Jojo gaan. Voor een date is het ook leuk, alleen meer van goor eten. Dat je zegt, ja, je zit wel echt te snaaien. Ja. Maar ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Ik weet zeker niet. Hafse Louis te volgen. Of course, support. Ja, echt zo. En mij natuurlijk te volgen. Liken, commenten, subscribe, you know. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Doei.